is het, dat hier deze tocht, de stille tocht aan Van La Lettre was het, wordt gehouden. Er zijn al duizenden mensen die zich verbonden voelen met deze plek, met het voormalig verzet. Mensen zoals de heer Sletering uit de reportage die we net zagen, die hun kinderen, kleinkinderen willen laten zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we hier kunnen doen wat we willen en kunnen zeggen wat we willen. Dode herdenking op de Waalsdorper vlakte bij Den Haag. Het ruige en tegelijk zo prachtige duingebied. De wind en de klok en al die mensen die zich op het pad voor het monument hebben opgesteld om hun respect te tonen bij het monument. De grote boudonklok is zojuist stilgezet. We horen zometeen het eresaluut de tap toe en zijn 2 minuten stil.